Het Alphen Sinterklaasjournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Houtman en de Vogel, Makelaars met Piet, Administratie en Advieskantoor Pietersen, Junis Kinderopvang, ASW Security en de volgende partijen. Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken naar alweer een nieuwe aflevering van het Alphen Sinterklaasjournaal. Het journaal om op de hoogte te blijven van al het nieuws rondom de Sint en de Pieten. In de afgelopen dagen hebben we kunnen zien dat er een aantal nieuwe Pieten aan boord zijn van de boot. En dat de Plenpiet ziek is geworden. Gisteren werd hij direct door de Sint naar zijn bed gestuurd omdat hij iets aan zijn stem had. En er was iets mis met een plenbotje. Dat klinkt wel heel ernstig in ieder geval. Laten we eens verbinding gaan maken met de stoomboot. Oh, hallo, wie is daar? Het Alphen Sinterklaasjournaal. Ik was op zoek naar de Plenpiet. Ja, de Plenpiet. Ja, de Plenpiet, ja, die is er niet. Die heeft een beetje een stemprobleem. Zijn stem is zo hoog geworden dat het klinkt alsof hij alleen nog maar met honden kan praten. Dat is niet handig. Nee, dat is zeker niet handig. Maar wie bent u eigenlijk? Nou, ik ben Niels. Vergeet me helemaal voor te stellen, sorry hoor. Ik ben Niels, presentator van het Alphen Sinterklaasjournaal. Oh, de presentator van het Alphen. Ja. Daar heb ik al veel over gehoord. Nou, ik ben de Veiligheidspiet. Ik ben hier om alles goed te laten verlopen. Nou, gelukkig maar. Maar nu we de Plenpiet niet kunnen spreken, praten we maar even met jou dan, denk ik. Hoe loopt het met de voorbereidingen? Gaat het allemaal veilig en volgens plan? Nou, het is maar goed dat ik hier ben. Ik heb al een hoop pieten een helm opgezet en een zwemvest aangetrokken. Want het ging niet helemaal zoals het zou moeten. Maar goed, ik draag mijn steentje bij. Maar een helm, is dat niet een beetje overdreven? Nou, overdreven. Ik vind gewoon dat alles veilig moet verlopen met de V van Veiligheidspiet. Dus jongens, even rustig aan daar. Nee, wacht. Nou, ik moet weer even... Rustig, ik kom er al aan. Oeh, dat klonk niet zo goed. Zo te zien gaat alles niet zo veilig als de Veiligheidspiet dacht. Laten we gauw gaan kijken wat er aan de hand is. Als je nou eens even stil blijft staan, dan haal ik eerst die... Edward, stil! We raken volledig uit koers. Misschien moet je even... Ik ben stil! Vest... Zwemvest even weg. Oh. En als je nou even stil blijft staan... Wat is hier aan de hand? Niks. Veiligheidspiet. Alles gaat goed. Wat ben je met Stuurpiet aan het doen? Niks. Dit was gewoon een oefening. Een oefening? Ja, inderdaad. Heel slim gezien van je. In papiet een oefening. Alles gaat... Nee, nou goed. Zoals jullie zien, het was een oefening. En jullie zijn allemaal geslaagd. Nou, zijn we al in Nederland of zo schommelt en... Dat verschil en alles. Nee, dat was een oefening. Luie Piet. Van Veiligheidspiet. Nou, kom op. Oh, was het een oefening? Dan ga ik maar gauw. Ja, inderdaad, kom op. We kunnen allemaal gauw weer verder. Het was gewoon een oefening. Alles gaat goed. We hebben allemaal belangrijkere dingen te doen. En veilig lopen. Maar Veiligheidspiet, het was helemaal geen oefening. En dit ging echt heel erg fout. Ja, een fout zou moeten kunnen. Veilig sturen. Zagen jullie dat? Dat ging helemaal mis, zeg. Gelukkig kon de Veiligheidspiet net op tijd de Stuurpiet bevrijden. Anders was de boot nog misschien wel op een ijsblok gevaren. Varen we straks misschien ook nog wel tegen een ijsblok op? Hoi. Sielepiet is het toch, of niet? Oh, jullie hebben het over mij gehad. Dat kan vast niet goed zijn. Nee, Sielepiet. We hebben het niet over je gehad. En al helemaal niet negatief, maar we zagen je aan boord komen bij de stoomboot. Oké, dan is het goed. Maar nou ik je toch spreek, hoe is het daar op de stoomboot? Het is vreselijk. De boot die schommelt veel te veel naar rechts en veel te veel naar links. En er is allemaal water om de boot. Het is zo erg. Nee. Nee. Nou... Dat was vreemd. Ja, let maar niet op haar. Ze doet gewoon een beetje zielig, zo is ze nou eenmaal. Maar stiekem vindt ze het wel heel gezellig hier hoor. Oh, gelukkig maar. Ik begon me ook al een klein beetje zorgen te maken. Nee, nergens voor nodig.
Wow, wat was dat? Nou, het is wel het jaar van de knallen, zeg. Wat was dat, Impact Piet? Nou, ik denk dat het klonk een beetje als een kanon of zoiets. Nou, ik ga even kijken wat het was. Laten we de Impact Piet eens volgen. Arr, maatjes, we hebben de grote schat van de pakjesboot gevonden. Nu moeten we alleen nog op zoek naar die vervelende Peter Pan. Arr! Sprookjespiet, wat ben je aan het doen? Kapitein Sprookjespiet voor jou, landrot. Oppas hoor, anders dan voer ik je aan de witte walvis. Sprookjespiet? Kapitein Sprookjespiet. Kapitein Sprookjespiet? Er zit geen witte walvis in het sprookje van Peter Pan. Nee, maar dit is ook niet het sprookje van Peter Pan. Dit is het sprookje van Sprookjespiet. Maak ze nou maar los. Kom op, we hebben nog een hoop te doen. Ik hoor alleen maar landrotten. Arr. Hey, ik had niet gezien dat jullie vast zaten. Wat is er gebeurd, Duppel Piet? Ja, het is echt heel goed dat je er bent, Impact Piet. Help. Nou, wat is er gebeurd? Kom, ik maak jullie los. Nou, kijk. Ik was hier gewoon de pakjes aan het inpakken zoals je vroeger inpakt, Piet. En Huppelpiet kwam me helpen. En toen kwam Sprookjespiet hier binnen met een kanon. Sprookjespiet? Wat? Ik ben een piraat. Nou, ze zei dat ze kapitein was en dat ze de boot had geënterd. Aha, en toen? Ja, nou, we wilden wel meespelen, maar het is, we gaven ons over. En toen bond ze ons vast, maar nu vind ik het niet meer leuk. Snap ik. Je moet je niet zo door je fantasie laten meeslepen. Maar ik ben op avontuur. Dat begrijp ik. Maar je moet wel een beetje voorzichtig doen. Je kan niet zomaar anderen vastbinden. Oké, sorry. Misschien heb ik me wel iets te ver laten meeslepen, ja. Oké, dat begrijp ik. Het is goed. Maar volgende keer wel rustiger aandoen. Oké, kapitein? Kapitein? Ik ben geen kapitein meer. Ik moet op zoek naar mijn meldje. Alsjeblieft. Doeg! Die Sprookjespiet toch. Een kanon binnenhalen. Eigenlijk kan het niet, maar ik moet er stiekem wel een beetje om lachen. Nou, na alle drukte eventjes een moment van rust. Het is tijd voor wat kort nieuws. Vincent Appelscha uit Kerk en Zanen. Hij heeft een hele mooie gitaarkoffer van Sinterklaas gekregen vorig jaar. Maar hij denkt dat er waarschijnlijk iets is misgegaan met het vullen van de koffer. Vincent stuurde ons deze foto. Ik denk dat hij er best eens gelijk kan hebben. Bedankt voor het sturen, Vincent. We gaan het doorgeven aan de Sint. We kregen ook een bericht van Anouk Krijger dat ze op de intocht de hulp gaat vragen van Impact Piet. Omdat ze nog 32 cadeautjes moet inpakken voor die avond, want ze moet naar een aantal verjaardagen. Nou, Anouk, zo te zien heeft de Impact Piet daar wel oren naar. Paul Muis heeft een voorraad met bekertjes en water klaarstaan voor de intocht. Voor de Sint of dorstige Pieten. Slim van je, Paul. Dat zullen ze vast heel fijn vinden. Ginny Kromweg uit groep 4 is groot fan van Amerigo. Ze heeft daarom een heel mooie tekening van hem gemaakt. En ze is van plan om die mee te nemen naar de intocht. Dat is aardig van je, Ginny. Amerigo zal daar vast en zeker heel vrolijk van worden. En dat was het korte nieuws voor vandaag. En ik denk dat we ook aan het einde van de uitzending zitten. Maar voordat we gaan afsluiten, wil ik nog even contact krijgen met de Planpiet. Want morgen is de intocht al. Mijn beste Ordepiet. Ik kan op deze manier mijn taken als Planpiet niet uitvoeren. Stop met giechelen, het is niet grappig. Sorry Planpiet, maar je klinkt een beetje als Calimero zo met een hoge piepstemmetje. Sorry. Dat is dan ook weer zo. Nou ja, je hebt de afgelopen tijd met mij meegelopen. Je weet wat een Planpiet moet doen. Jij moet voor mij invallen. Jij moet ervoor zorgen dat de veiligheidspiet alles goed doet. Ordelijk en veilig moet het verlopen. En zoals altijd, volgens plan. Kom voor de bakker, Planpiet. Dat zal ik doen. Heel goed. Nou, gelukkig dan maar. Nou, ga nu maar gauw aan het werk dan, want de intocht is morgen al. Oh, dan moet ik inderdaad opschieten, want het is natuurlijk een enorme puinhoop. En wat? Niks, Planpiet. Ga maar rustig liggen. Ordepiet, zorg dat alles goed komt. Ja.
nog een nieuwe Piet erbij. De Orde Piet. Het lijkt wel een soort assistent van de Plan Piet volgens mij. Nou, dat gaan we wel zien tijdens de intocht. Gelukkig is dat morgen al. Ik kan ook eigenlijk niet wachten om alle Pieten en natuurlijk ook Sinterklaas weer te zien. Voor alle informatie over de intocht kun je kijken op www.sintinalfen.nl. Maandag, dan zijn we weer bij jullie terug met een speciale intochtuitzending. Tot dan! Het Alfen Sinterklaasjournaal wordt mede mogelijk gemaakt door Houtman en de Vogel, Makelaars met Piet, Administratie en Advieskantoor Pietersen, Junis Kinderopvang, ASW Security en de volgende partijen.